Vandaag starten we met het urinestelsel, het tweede gedeelte, de werking tot en met bedplassen. De werking van de nier: het bloed zitten afvalstoffen. Deze afvalstoffen gaan via de nierslagader naar de lichaampjes van Malpighi, die zuivert het bloed de eerste maal. Via de lis van Henle, die gelegen is in de schors, wordt het bloed een tweede maal gezuiverd. Alles wordt opgevangen naar de verzamelbuis en komt terecht in ons nierbekken. In ons nierbekken gaan de afvalstoffen, onze urine dus, via de ureter opgevangen worden in de blaas. Het andere gedeelte gaat terug naar ons bloed, via de nierader komt die terug terecht in onze bloedsomloop. En we starten terug van vooraf aan. Onze urineleiders werken via een peristaltische beweging of peristaltiek. Dit wil zeggen dat de urine druppelsgewijs vanuit de nieren naar de blaas wordt vervoerd. Onze blaas, de werking hiervan, op het uiteinde van onze blaas zitten twee sluitspieren, een inwendige en een uitwendige sluitspier. De inwendige, een onwillekeurige spier, kunnen wij niet zelf beïnvloeden. De uitwendige, onze willekeurige spier, kunnen wij zelf beïnvloeden en het is deze die wij trainen bij een zintelijkheidstraining. In onze blaaswand zitten ook zenuwen. Van het moment dat onze blaas vol is, gaan deze zenuwen een signaal geven aan onze hersenen. Als wij gaan urineren, gaan onze sluitspieren, zowel onze inwendige als onze uitwendige, ontspannen. De blaasspier trekt samen en onze urine wordt geloosd. Wat zijn beïnvloedende factoren die wij goed moeten in het oog houden bij onze zorgvrager? Is voornamelijk: zweet hij veel? Heeft hij last van stress? Hoeveel drinkt onze zorgvrager per dag? Drinkt hij veel? Drinkt hij weinig? Is hij ziek? Maakt hij koorts? Heeft hij bepaalde aandoeningen? Diabetes? Blaasontsteking? Heeft hij oedeem in de onderste ledematen? En eet hij bepaalde voedingsmiddelen die hij niet zou mogen eten? Het gedrag. Hoe vaak gaat onze zorgvrager naar het toilet? Zowel overdag als 's nachts. Plast hij meer overdag? Plast hij meer 's nachts? Medicatie. Welke medicatie neemt onze zorgvrager? Gebruikt hij vochtafdrijvende geneesmiddelen, het zogenaamde plaspilletje? Gebruikt hij hulpmiddelen, een stoma, luiers, een katheter? Dit alles is heel belangrijk om te observeren. Het te weinig urine produceren noemen we oligurie. Minder dan 1 liter urine per 24 uur produceren. Dit gaat voornamelijk tussen de 500 milliliter en de 1 liter. De oorzaken zijn: onze zorgvrager is ziek, moet braken, heeft diarree, zweet heel veel, oedeemvorming, eventueel nierproblemen of drinkt te weinig, wat een groot probleem is voor onze oudere mensen. De symptomen hiervan: onze urine is donker gekleurd en heeft een scherpe geur. Onze zorgvrager gaat weinig naar het toilet en als hij luiers draagt, zijn deze ook vaak te hoog. Wat moeten we doen? Oorzaken opzoeken. Onze zorgvrager laten drinken, ongeveer 1,5 liter per dag. En heel belangrijk, observeren en rapporteren. Het tegenovergestelde daarvan is polyurie. Veel urine produceren per dag, meer dan 2 liter. Oorzaken daarvan zijn: we drinken te veel. Vochtafdrijvende medicatie die we 2 tot 3 keer per week nemen, of diabetes. De symptomen hiervan: onze urine heeft een lichte kleur. De zorgvrager gaat heel vaak naar het toilet gaan en in geval van dat ze luiers dragen, gaat deze luier heel vaak nat zijn. Wat moeten wij doen? Onze oorzaak opzoeken. Heel belangrijk is de goede huidhygiëne. Indien van incontinentiemateriaal, wissel dit tijdig. En ook hier weer heel belangrijk: observeren en rapporteren. Als wij de urine gaan observeren, kunnen we dit doen aan 6 items. De eerste item is helderheid. Meetstaal is onze urine helder en doorzichtig. Is deze troepel? Dat wil zeggen dat wij etter of te veel eiwitten aanwezig zijn in onze urine. Stase wil zeggen dat onze urine te lang is blootgesteld aan de lucht. Hierdoor gaat die troebel worden, omdat zouten en mineralen gaan neerslagen. De kleur is meestal lichtgeel. Is deze donkergeel, dan is er te weinig urineproductie. Donkerbruin wil zeggen dat wij leverproblemen hebben. Roodbruin wil zeggen dat er bloed aanwezig is. De geur, meestal hebben wij weinig tot geen geur. Merken we toch een zoete appelgeur op, wijst dit heel vaak op diabetes. Een sterke, scherpe geur, dit wil zeggen een ammoniakgeur. En hier, dat komt doordat onze urine te lang via de lucht is in contact gekomen.
De hoeveelheid tussen de 1200 en 2000 milliliter op 24 uur is normaal. Anurie is minder dan 50 milliliter op 24 uur. Oliguru tot 500 à 1 liter per 24 uur. Polyurie meer dan 2000 milliliter op 24 uur. De frequentie. Normaal gezien gaan we op regelmatige tijdstippen per dag naar het toilet. Polakiesurie wil zeggen dat wij veel naar het toilet gaan met kleine hoeveelheden. Dysurie, pijnlijk en moeilijk urineren. Nicturie wil zeggen dat we voornamelijk 's nachts gaan plassen. Urineretentie wil zeggen dat er wel urine gevormd wordt, maar dat onze zorgvrager deze niet kan uitplassen. Het gevoel? Meestal pijnloos. Hebben wij een branderig gevoel voor, tijdens of na het plassen, wijst dit op een blaasontsteking. Pijn in onze bekken en onderrug, nierontsteking, pijn in de rug of liesstreek geeft aan dat wij nierstenen hebben. Dan als laatste bedplassen. Bedplassen wil zeggen, dit is vanaf de leeftijd van 7 jaar en het kind zal minstens 2 keer per maand in bed plassen. Dit komt vaker voor bij jongens als bij meisjes. Vanaf 18 maand is een kind in theorie klaar voor zindelijkheidstraining. Let er wel op, elk kind heeft zijn eigen tempo en ontwikkeling. Wat zijn de oorzaken van bedplassen? Het kind heeft een grote blaas. Dit wil zeggen dat die blaas onvolgroeid is, niet stevig genoeg en de blaas zal overlopen. Erfelijkheid. Beide ouders waren vroeger bedplassers, waardoor uw kind kans heeft om dit ook te zijn. Psychologische en sociale factoren. Stress. Negatieve, positieve gebeurtenissen kan bedplassen in de hand werken. Een positieve gebeurtenis kan zijn de geboorte van broer of zus. Te vroege of te strenge zindelijkheidstraining. Een infectie. Bij een infectie hebben wij een grotere drang om te plassen. We kunnen onze sluitspieren moeilijker beheersen door de infectie, waardoor wij sneller gaan bedplassen. Ook constipatie kan een reden zijn om beginnen te bedplassen. Sommige kinderen hebben 's nachts een hogere productie van urine dan overdag. En diabetes kan het eerste teken zijn dat je kind terug begint te plassen in het bed. Bedplassen is niet de reden dat uw kind te veel gedronken heeft of dat uw kind diep slaapt. Uw kind schaamt zich. Dit geeft extra stress, waardoor dat wij in een visuele cirkel terechtkomen. Wat moeten we doen? Onze oorzaak opzoeken. Eventueel een plaswekker gebruiken. Ontspanningsoefeningen doen. En onze bekkenbodemspieren trainen.